Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag leer ik jullie hoe je henna kan zetten bij jezelf. Wat heb je nodig? Om het zo goed mogelijk te laten slagen, ga ik eerst wat schetsen maken. Ik teken zelf liever met balpen, dus daar ga ik eerst een handafdruk mee maken. Zo. Ik ga natuurlijk voor een simpel design, aangezien het de eerste keer is. De duim zit natuurlijk scheef als je hem hebt opengetrokken, dus die maak ik hiernaast ook nog even. Voordat je gaat beginnen met tekenen, zou ik aanraden om eerst wat ideeën en inspiratie op te doen op websites zoals Pinterest of op Instagram bij hashtag henna. Daar kun je allemaal leuke ideeën, ik heb dat ook gedaan trouwens. Dit zijn hoe je je vingertoppen kan mooi maken. Voorbeelden, erg handig en leuk. Kortom, keus genoeg voor ieder wat wils. Nou vond ik het zelf wel leuk, die stipjes en streepjes. Want het was 1, het is niet zo moeilijk. 2, het duurt niet lang om te maken. Ja, dus daar gaat ie. Ik hou het erg simpel en ik heb er bewust voor gekozen om het nog even niet echt op mijn hand te doen, maar alleen op de vingers te houden. Dit blad kun je erbij houden tijdens het zetten als voorbeeld. Ik ga nog even echt voor een... Oh. Nee, dat kan nu niet. Leg voor de zekerheid onder je hand een servetje, voor mocht het eraf vallen, je weet maar nooit. Waar koop je dit? Nou, ik heb deze in een straatje in Rotterdam, de Zwart-Jansstraat, gekocht. Weliswaar bij een Chinees winkeltje. Het was maar 2 euro. Dus ja, we zullen wel zien wat de kwaliteit is. Nog een reden trouwens waarom ik dit zo graag wil. Ik vind tatoeages altijd erg mooi. Op armen en zo. Maar ja, of het echt voor mij is weggelegd. Qua of ik er snel op uitgekeken zou zijn, dat... betwijfel ik. Dus vandaar dat ik me maar even op de henna heb gestort. Making of. Misschien een tip om je iets minder zenuwachtig te laten voelen. Je moet maar zo denken, binnen 3 tot 6 weken is het er weer af. Dus... En de duim nog? Ja, dat had ik beter eerst kunnen doen. Oh. Kijk, ik kan natuurlijk niet meer leunen nou zo. Dan doe ik dit dan maar zo en hopen dat de rest niet uitlekt. Een beetje is het misgegaan. Dat is jammer. Dit is de duim trouwens. Wees snel met opruimen, want ik denk dat het niet handig is om lang... Nee. Kijk, dat krijg je ervan. Op die misser na ziet het er best aardig uit, moet ik zeggen hoor. Nou, en als het erop zit, dan gaat de wachttijd pas echt beginnen. Dus je kan bijvoorbeeld al mijn YouTube-video's bekijken als je niks te doen hebt. En ja, daarna kan je het eraf halen, dus even geduld. Daar ben ik weer. Ik heb net de henna van mijn hand afgehaald. En ik moet zeggen, ik ben heel erg te spreken over het resultaat. Kijk maar eens hoe leuk. Het is erg donker. Ja, donkerbruin, donkerrood, donkeroranje, aardetint. Maar ik vind het een erg leuk effect. Jammer dat het geen zomer is, want daar past het nog meer bij. Ik vind het dus een echte aanrader. Nou was dit natuurlijk voorverpakte henna. Je kan het natuurlijk beter zelf maken. Dat is volgens mij, ja, dan weet je zeker dat het goed is. Maar dit blijkt ook goed te zijn. Dus ik ga heerlijk genieten van mijn hand de komende tijd. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot in mijn volgende video. Volgende week dinsdag om 4 uur. Doei!
Wat vinden jullie trouwens van henna eigenlijk? Comment down below.